De Afelbakkenweg ondergaat geen namsverandering. De commissie straatnamen van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft negatief geadviseerd op het verzoek tot naamsverandering van de Afelbakkenweg. Dit zei minister Brontose Mohardjo gisteren in DNA. Aan de stichting Kela Kepuja, die het voorstel had ingediend, is gevraagd om uit te kijken naar een andere weg die genoemd kan worden naar Henk Ramdien. Bij het toekennen van straatnamen wordt de Surinaamse identiteit zoveel mogelijk gehanteerd, met name onze cultuur, geschiedenis, natuur, land en volk. Aan de hand van ingekomen verzoeken wordt er een plaatselijke oriëntatie al naar gelang de omstandigheden gedaan door de afdeling huisnummering en straatborden, waarbij de burgers en of andere belanghebbenden worden gehoord. De verkregen informatie bij deze oriëntatie wordt vastgesteld in een verslag door de afdeling huisnummering en tezamen met het verzoekschrift doorgeleid naar de commissie. Met inachtneming van de voorgenoemde wetgeving kan er positief of negatief worden geadviseerd ten aanzien van de voorgestelde straatnamen. Ten aanzien van Afelbakkenweg is er negatief geadviseerd, maar we hebben de stichting wel de kans gegeven om een andere plek aan te wijzen. Ik dank u, voorzitter. De bewindsman reageerde op opmerkingen van parlementariër Ronnie Assabina, die erop aandrong de naamswijziging geen voortgang te laten vinden. Somaharjo werd het vorig jaar aangeschreven door de stichting Kela Kepuja om de naam van de Afelbakkenweg te veranderen in de ingenieur Rajkumar Hendrik Ramdienweg. Vooral de Saramakaanse gemeenschap heeft zich fel hiertegen verzet. Eerder deze week liet ook ABOP-lid Edgard Sampi zich uit over deze kwestie.